Nou, goedemiddag. Het is dinsdag 23 mei 2023. Zoals altijd als we een stadsvideo, boulevardvideo hebben opgenomen. Met lied tot aan het station. Kijk eens hier. Dank. Als het een beetje mijn hart waait. Ik ben trouwens wel benieuwd dat we weer een normale weg in het station kunnen. Want de vorige keer toen ik hier liep, moest het laatste stuk omlopen in verband met wegwerkzaamheden.
rond om het station. Dus ik ben benieuwd dat we nu rechtstreeks kunnen lopen. In ieder geval met mijn aansluiting. Richting van Rotterdam zou het wel mooi het makkelijkste zijn. En hopen dat over half uur die aanrijdingstoring is opgelost. Zodat ik heb geen zin om een berg of zo te gaan en dan nog een keer op de bus naar Rozenau. Want één keer is genoeg. En dan stak ik gewoon de NS bus. Oh. Nou, dames en heren, excuses. We zien echt veel. Wij kregen een melding van Facebook. Dus daar kan ik niks aan doen. Schijnbaar is het geliked op de foto's die ik gedeeld heb vanochtend. Dus dat is helemaal goed. Het kan zo zijn dat het dak nog een keer geliked wordt. Bent u nog heden morgen? Nee, eigenlijk alleen maar leuk. Dus het is bij uw soldaat. Heel goed. Maar toch blijven we toch hopen dat die een van die huizen die we daar zien, ooit een van die huizen, maakt niet uit welke, dat een van de huizen binnenkort van mij is. Dan op Cirilo. Zingen we het ook beter. Gewoon lekker mijn eigen gang gaan. Geen regels. Nou ja, mijn eigen regels dan. Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik bijna zover is. Dus voor mijn ogen vrij onzeker, maar het wil niet zeggen dat het Vlissingen wordt, maar ik ben er vrij zeker van dat ik ga wonen in Zeeland en dan in Vlissingen en dan moeten jullie daar zien. Dat kan eventueel voor mij zijn binnenkort. Maar ben je niet er vast, maar dat is wel mogelijk. En dan is het beste van de tijd, als bekend is, om ook nog te verzorgen. Kan ik jullie dat vertellen, maar niet dat jullie dat aan hebben. Maar ik ga op de plek waar ik nu zit, ga ik wel vieren. Dat ik eindelijk van Apeldoorn af ben, zeg maar. En om te vieren ga ik met goede vrienden, collega's. Als een oude, heeft een paar oude vrienden, ga ik voor mijn afscheid van de woning waar ik nu zit, ga ik dan waarschijnlijk gourmetten. En daar was het in. Dat moet ik jullie wel vertellen. En dan moet ik jullie toch ook bij vertellen. In een huisje op de heide. Dan moet ik dat dommer wel even precies zeggen. De vrouw, daar hield stilletjes te schrijden. En wat het lot haar zeggen en wat het lot haar brouwen zeggen. Wat dus het lot haar brengen zou. Dat ik uit Apeldoorn ben en ik zit hier in Vlissingen. Dan ga ik waarschijnlijk wel stoppen met mijn YouTube-kanaal. Dus,
Dus op het moment, twee weken van tevoren of zo, voor de verhuizing. Want ik vind nog wel dat er een treinreis moet komen. Dan ga ik één treinreis maken. Waarschijnlijk wordt het dan wel één dag. Zaterdag heel de dag. Dan ben ik zondag. Kan ik dan die video's voor jullie op mijn kanaal zetten. En dat is dan ook meteen mijn afscheidsvideo voor de hele dag. Dan kan ik jullie ook bij vertellen dat ik dan niet het vaste rondje in de avond ga doen. Groningen en zo. Ja, dat doe ik alleen als het weer is op die dag. Maar ik ben echt van plan om dan tot... Ja, of ik doe wel zondag, moet even kijken. Maar in ieder geval, we sluiten sowieso als het mooi weer is hier op de boulevard af. Als de avond is gevallen. Want ik zit nu op 386 abonnees. En mocht het op mijn afscheid iets meer zijn, vind ik het een mooie getal om ermee af te sluiten. Maar ik laat sowieso alle video's die ik afgelopen jaren geüpload heb voor jullie, die blijven gewoon staan, hoe dan ook staan. Ik ga die niet weghalen, zodat ik op die manier nog een beetje meer abonnees kan krijgen. En zodat jullie kunnen blijven genieten van de video's die ik upload. Ja, dat niet meer, maar in ieder geval kun je in ieder geval... Is dit nu mijn aardse land, aardse loon? De video's terugkijken. Zit ze verlaten en alleen. Wat ik afgelopen zou het zijn. Afgelopen 4 jaar allemaal heb meegemaakt. Want ik ben nu 4 jaar YouTube. Dus ja, eigenlijk 5 jaar nu. Want ik heb ook een jaar al... ik heb heel 2018 heb al mijn YouTube kanaal weggehaald. Als het goed staat nu alleen 2019 erop. 2020, 21 en 22 en gedeelte van dit jaar. Nou ja, dus dan hebben jullie genoeg om naar te kijken. Ik blijf het wel trainen. Want ik moet dan waarschijnlijk, ga ik het dan zo doen als ik in Zeeland zit. Ga ik iedere ochtend om, wat was het alweer? 6:10. Met Intercity naar Roosendaal. Daarna via Roosendaal, Deventer, Apeldoorn, Otterveld en anders via Vlissingen, Rotterdam en dan via Amersfoort, Schothorst naar Apeldoorn, Otterveld. Want ik blijf wel op kinderdag willen werken. Dus dat is één ding wat vaststaat. En ik zou nog regen en kijkers en volgers van Apeldoorn niet getreurd. Ik ben nog genoeg gespot in Apeldoorn overdag. Dus ik ben niet helemaal weg. Maar in ieder geval in het weekend ben ik daar niet te vinden. Alleen van maandag tot vrijdag tussen 9 en 3. En dan. Ja, en dat is het. En met een jant vol proviant. Johanna is weer in het land. Zo meteen nog lekker met de Intercity mee naar Groningen toe. En dan in Den Haag. Met Schiphol eventueel. En dan de richting van Apeldoorn. Maar ik ga dan wel even kijken wat we met Schiphol gaan doen. Als we naar Schiphol gaan, dan pak ik wel gewoon 19:48 de trein naar Schiphol. En zal ik jullie ook wel even vertellen waarom ik dat zo zeg. Als ik 18:48 de trein pak naar Den Haag toe en ik stap in Schiphol uit, dan betekent dat 1,5 uur
op Schiphol zit. En ik ben daar een aantal keer op aangesproken, dus dat ga ik niet doen. Dus als het Schiphol wordt, dan zorg ik ervoor dat ik een half uur van tevoren er ben. Dan spreken ze me niet aan. We zitten nu op. Even tussendoor. We zitten nu op 15 minuten en 30 seconden. Dat is in ieder geval mooi. En het is nu precies 9:30 bijna. Dus we zitten mooi op het tijdschema. Dus als het goed is, als we dadelijk zo binnenkomen, dan staat onze trein al gereed in de richting van Amsterdam Centraal. Ik hoop dat hij niet naar Bergen gaat, dan heb ik wel een probleem. Nou, ik bedoel, van als ik eenmaal in de trein van naar Roosendaal zit en dan gaat op Bergen of zo, ja, natuurlijk pak ik dan gewoon daarna de bus. En ja, dan ga ik natuurlijk niet wachten, dan ga ik niet wachten tot de eerste beste trein dan wel gaat. Want ieder onderdeel, dat is een prachtjuweel. Dat zou gewoon een beetje raar zijn. Maar mocht het zo zijn, ik kan aan de bord al zien, ik zit er nog niet in. De trein gaat niet verder dan Berg op Zoom. Dan ga ik misschien wel de trein in, om de vlog afsluiten. Maar dan ga ik wel weer eruit, want ik ga gewoon, ik ga gewoon niet. Ja, ik pak liever gewoon niet in de city naar Berg op Zoom, liever naar Roosendaal en wat dan gewoon doorrijden in Rotterdam. Maar dat is gewoon voor mij het meest makkelijke. Ja, want ik wil gewoon 3:05 wil ik gewoon op de Intercity zitten naar Groningen. En niet op 4:05, want het is gewoon veel te druk. En het is spits, dus ja, dat als een man ga ik gewoon, dat doe ik dat gewoon liever niet. Maar meestal is de avondspits wel rustig. Dus meestal na 7:00 zijn de treinen eigenlijk wat te doen. Naar Den Haag en naar Apeldoorn. Dus dat is mooi. En dan duim ik dat we de ICM 42, 44 naar Enschede hebben. Dat zou echt tof zijn. Want daar weet ik. Want ik weet toevallig van de ICM materieel 42-36 met de neus naar Enschede toe. En ik weet toevallig van de ICM 42-44. Weet toevallig dat die twee treinstellen door de motorkant hebben. Dus ik heb twee kansen. Dus. En als het 42, ICM 42-11 wordt, dan wordt het gewoon net schokken. Ja, en ik kan me ook niet meer aanpassen, omdat ik dan weer krijg, anders krijg ik gewoon zo'n oude hoer van, je mag hier niet komen. Als je niet reist, dan mag je hier niet komen. Krijg je dat gezegd. Even kijken. Tussenstand op dit moment is dat we nu op 18 minuten zitten en 60 seconden. Ja, en we hebben de vaart goed in zitten. En ik zal even tussenstand op de tijd zeggen. Het is nu 12:43. Dus ik heb mooi volgens tijdschema. Ik heb vaak goed in zitten, het is niet te druk. Want je moet hier echt niet in. Dat kan ik je wel aanraden. Loop hier vooral door de week. Of als je in het weekend in de avond loopt. Of als je in het weekend toevallig hier loopt. Loop dan vooral 's avonds. Want dan is het juist rustig. Want als je
dus in de middag gaat lopen, wat ik vorige week deed, dan is het hier gewoon pokkendruk. Dat is het gewoon niet te doen. Dus het tip voor jullie is, mocht je hier een keer lopen, doe het of door de week in de middag, of mij betreft zondagavond, want dat kun je echt heel rustig lopen, dan kun je ook gewoon alles gewoon lekker filmen als je wil. Want er gaan niet genoeg boten die je tijdens de wandeling kan spotten. Nou, daar gaat er een, daar gaat er een. Loop en fietsen keer zie je dan ook gewoon vrij weinig op zondagavond. En ja, nu overal ook bijna. Hier op vakantie in Maasijk en Schraven voeren. Pas op die Russen. Voor 12:15 middags. Gevaar voor alle Vlaamse cafévloeren. Ze roepen hoi, hoi, hoi. Nou ja, de meeste mensen zitten nu ook op school. En ze nemen nog een bol. Dat is toch een beetje logisch dat het nu lekker rustig is. Dat is mooi. Wat doet zijn zus met een scheur in haar mooie rok? In de toekomst, als ik hier nog kom voor treinen, dan ik ga waarschijnlijk vaker dit doen. Dus mocht je dit missen, wees niet gerust. Of mocht je muziek er niet bij zitten in de medley, dan weet ik gerust. Ik kom hier nog vaak genoeg om opnames te maken. Komt goed. Ja, Russen net in de bakken, doen die Russen en Kozakken nog iets anders dan steun. Kassatjo, kassatjo, hoi, hoi, hoi. Even kijken. Er hoeft als het nog maar een klein 10 minuutjes, dan zijn we er. Hebben we dan de firm 86, als het nog doorgaat, hebben we de firm 86, 59 naar Berg of Zoon en misschien nog wel door naar station Rotterdam. Ik zal even kijken, want ik heb de melding aangezet. Dus kom. Zien als het aangepast wordt, maar ik heb nog geen melding gehad van de NS. Want ik heb de melding van de NS aangezet, zodat mocht de storing opgelost, dat ik daar op de hoogte word gesteld. Maar we gaan nu vanuit dat de Intercity van 10:50 gewoon rijdt. Want dan ben ik gewoon blij. Dan kan ik gewoon om 3:05 met de Intercity mee naar Groningen. Ja, en anders gaan we maar over Arnhem. Dan doe het een keer anders. Maar ga er dan wel vanuit dat ik dan, als ik in Zwolle aankom, dat ik de Zwolle en Groningen niet film. Dat heeft te maken met ja, ofwel, moet ik even kijken. Mocht ik dat gaan doen, hou er wel rekening mee dat ik dan 2 video's opneem in verband dat ik overal moet stoppen met sprinten. Maar hoe het nu voor staat, gaan we gewoon over Utrecht Centraal. En dan komt het goed. Als ik 3:05 doe, dan ben ik voor de spits nog in Utrecht. Maar dan kan ik voordat de spits begint, kan ik nog over Utrecht komen. Als rustige trein. En niet als overvolle trein. Hooguit weinig zitplaatsen in Utrecht. Want ik weet het,
ik ken mezelf. Als het onvol is, dan kan ik wel geïrriteerd aanraken. Dus uit voorzorg doe gewoon 5 over 3 met Rotterdam. Maar dan kan ik in ieder geval tot aan de eindpunt gewoon filmen. Hooguit dat 1 of 2 mensen dan hoogstwaarschijnlijk aan mij gaan zitten. Als het echt lekker zijn. En niet zoals laatst dat iedereen. Niet dat ik 5 mensen heb in het stuk of 2. Kijk, 1 of 2 kan ik misschien nog wel handelen. Ja, misschien leg ik dan op de pissen. Maar anders heb ik vorige keer wel buiten elkaar nog om. Dat wel zo gedaan. Maar ik had het niet door dat het in het fits was. Dus. Dus nu jullie het weten, sorry daarvoor. Ik ga het vanmiddag gewoon aanpassen. Ik ga vanmiddag gewoon verandering inbrengen. Dan, mocht het vanmiddag weer het geval zijn, dan passen we ons gewoon erop aan. Dan is het gewoon van. Niks aan het samen doen. Ik doe het zo op haar vloer, dus. Daarvan, dat geeft wel eerlijk voor. Ik denk dat het van rustig is, zeg maar. Beter, gewoon. Kijk, en deel is nooit echt mijn makkelijke kans geweest. Gewoon, ja. Ja, gewoon, nou, ja, ik weet niet hoe het moet verwoorden, maar in ieder geval, jullie snappen het wel. Als het goed zijn we bijna op station Vlissingen. We gaan zo meteen even langs de bus lopen. Kijken of we langs kunnen. Kijken, we lopen nu op 70 minuten en 50 seconden. En het is nu 12:51. Dus hooguit zijn wij 1 uur op het station van Vlissingen. De kleine man, de grote Piet, ze kwamen allemaal. Ik kan ook buiten langs. Hij kan ook binnen langs gaan, maar dat is buiten makkelijker. Snip of snap een leuke grap. Daar lachte iedereen zich slaap. Karin, je bent een met de joveste theater. Karin, je hoort bij onze grote kleine nou. Er waren hele sterren groen. Als jij ooit zo'n kleine dag. Vorige keer, dat weet ik wel, moest ik via die kant. En de opera uit die. Maar dat moet nu nog steeds op elke lach verandert in een drang. Wanneer Carré niet blijft bestaan. Carré, ik heb eigenlijk gehoopt dat die brug open zou zijn. Maar dat is niet. Maar goed, je hoort bij ons gesproken, ben je baan. Dat is zo opletten, hè. Je werkt dan op je planken vele staan. Dan moeten we wel even omheen lopen. Als jij ooit zou verdwijnen, dan ging mopen dood. Karin, maar alleen maar mooi voor jullie, dus kunnen jullie langer net niet genieten. Er is maar één, Karin. Kijk, dat ga ik niet doen. Karin.
wil het wel een keer doen, maar ga ik niet de camera doen. Je hoort bij ons dan spoken bij het water. Als jij ooit zou verdwijnen, dan ging ik mokken dood. Karin, Karin, er is maar één Karin. Nou, dan lopen we gewoon weer net vorige week. Prima. Als je hier zo kijkt, lijkt het gewoon niks aan de hand. Maar ik denk dat je nu ook gewoon langs een gebouw nu heen gaat en dan wel zo gaat. Ja, misschien met je wel snel langzamer. Maar het loopt wel één rechte lijn, want ik heb de vorige keer wel gemerkt. Als ik zo binnen doorloop, dat ik een stukje op het gas moet, omdat je dan best wel snel anders kijkt. Ja, dat gas moet slaan om op het voetpad te komen. En dan ook nog een stier op het gras. Dus ik heb vorige keer een beetje teruggekeken en ik had gezien dat ik een stukje gras gepakt. Dat gaan we het hier niet doen. We gaan lekker om het gebouw heen zo. En dan gaan we zo terug over naar het station toe. Even kijken. We zitten nu op 32 minuten en 10 seconden. En we zijn nu op 10 minuten. We gaan hier lekker de brug over. De bus staat er ook alweer. De trein lag op en ik door samen hand in hand. De roze montag is al onbekend. Maar zet nou eens zo lekker voor de bandje. Nou, ik denk niet dat als het heel eerlijk mag zijn. Ik denk dat het letterlijk 2 minuten omlopen is. We gaan het gewoon doen. Even kijken, vorige keer ben ik zo gelopen heen weg, ik ga nu zo. En even meedeling, deze video stopt op het moment dat ik in de trein zit. Dus en toch fijn dat uiteindelijk toch is gekomen dat ik toch naar de Vlissingen kon, want het was spannend vanochtend. Ik kwam met aanrijding tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Dus het was spannend om hier te komen. Maar ik ben blij dat het eind toch is gekomen. Duimpje omhoog. Ik ben echt blij met dat ik toch hier ben gekomen. Dat ik hier alsnog toch nog een vlog kon opnemen voor jullie. Dus wees dankbaar in de rest. Maar ik had ook kunnen zeggen in Roosendaal, we gaan lekker een andere route doen. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon speciaal voor jullie, ondanks dat ik wat NS-bussen of volle bussen niks vind, heb ik speciaal voor jullie gewoon doorgezet om hier alsnog te komen. Want dit doe ik niet zomaar. Na 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 na
gaan kijken of de Instagram door gaat rijden. Ik hoop het zo. Glitter en van snoep, alles van mij. Ja, het rijdt door. Smoothie, ja, het rijdt door. Amsterdam, top. Ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij. Ik ben geen held, zelf. Held, geen supermeis, meis, meis. Zijn niet in geld, geld, geld. Ik ben niet rijk, rijk, rijk. Ik ben geen miljonair, dat is niet voor mij. Nou, jullie zien het, ik ben weer in. We gaan hier de vlog afsluiten. Nou, vond jullie het een leuke video? Zeg dan een duimpje omhoog en. Ik zeg even een paar minuten, we gaan deze trein mee naar. Rotterdam.